Goed jongens, ik heb heel slecht nieuws. Ik sta hier in het museum van Content Veen en dit diamant van Joris, zoals jullie konden zien aan de camerabeelden, is helaas gestolen. Ik heb Joris hier even erbij gehaald, als het goed is. Joris! Ja? Knul! Ik heb slecht nieuws, kom binnen. Nee. Kom binnen, de hond. De hond, Tarzan de Wakelt, heeft niet goed zijn werk gedaan. Tarzan. Er is iets gestolen, het spijt me enorm. Kom binnen. We hebben hier natuurlijk de paddenstoel, we hebben hier Fred, we hebben hier de verrekijker en we hebben de bom en we hadden... Jouw prachtige diamant, maar het glas heeft blijkbaar niet goed genoeg geholpen, Joris. Het spijt me. Oh, nee. Blijkbaar kan je glas toch best wel makkelijk breken. Ik dacht dat glas niet zo breekbaar zou zijn, maar toch. Blijkt het toch best wel breekbaar te zijn. We hadden nog zo gedacht dat hij veilig zou zijn. Hé, maar je diamant is gestolen. Ik heb wel een dingetje. Er is één notitie achtergelaten. Zal ik die even voorlezen? Graag. Mwahaha, welkom bij mijn spel. De diamant van het museum is gestolen en gegeven aan Ricky om hem te verstoppen in zijn indrukwekkende wolkenkrabber. Vind deze diamant en bewaar hem goed zodat niemand hem meer van jou af kan nemen. Voor elke minuut dat de diamant in jouw bezit is, ontvang je 1 punt. Het spel zal eindigen op 9 december om 9 uur. Veel succes. Joris, hoor je dat? De diamant is dus gestolen door een anonieme dief. Ja, een anonieme dief, maar hij is aan Ricky gegeven. Ik denk dat we hem maar moeten gaan zoeken. Ik denk dat we hem ook maar moeten gaan zoeken. Maar het ding is, wat blijkbaar nu het ding blijkt te zijn... Hij is gestolen, hij is aan Ricky gegeven... en hij wil een spel starten dat de diamant gestolen van elkaar moet worden... en elke keer dat je hem in je bezit hebt, krijg je een aantal punten... tot hij weer van jou gestolen wordt. Ja. Volg je het nog? Ja, een beetje. Maar we hebben tot 9 december, dus we hebben geen haast. Het komt erop neer dat we die diamant moeten stelen. En het komt erop neer dat we de diamant nu bij Ricky zijn wolkenkrabber inderdaad is. En dat wij die terug moeten pakken, althans één van ons. Of iemand anders. En dat je dan punten krijgt voor zolang je hem in je bezit hebt. Ja, precies. Ja, oké. Ik heb geen idee wie de dief is, maar ik weet wel waar Ricky zijn wolkenkrabber is. Dus we gaan die kant op. Hey, nee. Dat gaan we niet doen, Char. Wij gaan zoeken hier. Wegwezen. Ja, jij hebt ook al de brief gekregen. Ik ga nergens heen. Jij hebt natuurlijk ook al die brief gekregen. Nee, Jij bent, hoe lang ben je aan het zoeken? Heel eerlijk. Nou, ik heb al wel honger. Ik heb al wel een tijdje geleden ontbeten. Jij bent hier ook weer veel te goed in. Jij gaat hier 100% veel te goed in zijn. In het zoeken van het ding. Daar heb ik ook gekeken. Jongens, ik heb hem gevonden. Helemaal niet. Nee, grapje. Ik kan het zeggen. Ik dacht al. Ik denk dat kan niet. Maar hij moet hier ergens zijn, gewoon. Liftinstructies. Ja, hij moet ergens hier in de wolkenkrabbers zijn inderdaad. Dat stond in de brief. Hij is begonnen, de diamant is gegeven aan Ricky. En die heeft hem verstopt in de wolkenkrabber hier. Blijkt. Of om de wolkenkrabber heen, dat kan ook misschien, in plaats van erin. Gaan we samenwerken als team? Of is het gewoon... Nee, absoluut niet. Ik ga hem gewoon zelf vinden en het is klaar. Oh, nee, okay? Ik ga hem vinden hoor, dus... Ja, maar ik heb hem al bijna. Ik ruik hem al. Je ruikt hem al, jeetje. Hey. Oh joh, wat is dit? Doei. Wat is dit? Ik heb geheime route gevonden. Oh, wat is dit? Waar ben ik? Ik ben onder... dat stelsel hieronder. Ricky. Telt dit ook, deze ruimte? Ik denk het wel, hè? Ik denk het ook wel, ja. Oh, nee. Hier ergens moet die stink... Weet je, ik ga eerst die wolkenkrabber eens bekijken. Ik ben nu al die hele ruimte hieronder aan het bekoekeloeren, maar laat hem eerst gewoon even die... Althans, laat ik nou eerst even die wolkenkrabber bekijken. Gewoon jullie maar lekker jullie eigen ding doen. Button. Ik ga op alle buttons klikken. Ja, dat zal het zijn. Misschien heeft hij een redstone systeem ergens. Ik ga naar boven, doei. Ga jij maar de wolkenkrabber in. Oké, het ding is dus, jongens, Joris en Charles zijn nu ook aan het zoeken. De dief heeft hem aan Rick gegeven. En als het goed is, Ricky die hier zijn wolkenkrabber heeft, die mag hem ook volgens mij om zijn wolkenkrabber heen bouwen. Zolang het maar niet te ver is of bij iemand anders zijn baas is. Dus wij zijn heel benieuwd waar hij hem verstopt heeft. Laat ik maar even het gebouw ingaan, want ik ben nu de hele tijd buiten aan het zoeken. Want ik denk dat Ricky misschien de buiten heeft gedaan. Maar ja, we hebben de binnenkant nog niet eens bekeken. Dus laten wij eerst even kijken. We gaan in de nachtclub en deze gaan we even koekeloeren. Zo. En even per verdieping gaan we kijken. Ik hoop niet dat Charmer saboteert nu. Zit je nou achter mij aan te kijken? Waar gaan we heen? Ik heb hem gezet op... Jij hebt de lift aangezet. Ja, ik heb hem hier gezet. Oh, op de autoshowroom heb ik hem gezet. Oh, maar heb je hier al gekeken? Geweest. Ja. Ja, maar jij hebt niet goed gekeken. Jongens, hierboven ligt hij niet. Nee, weet je het zeker? Nou, of zeg je dat alleen maar? Op is hij echt niet. Hij ligt. Nee, het is echt. Jij, mag ik een pijlenboog voor jou, Char? Nee. Hoezo? Heb ik een pijlenboog? Jij hebt wel een pijlenboog. Ik weet dat je er eentje bij hebt. Nee. Mag ik alsjeblieft een pijlenboog om iets te proberen? Mag ik hem eens? Mag ik? Nou, geef mij eens een pijlenboog. Gewoon even voor de leuk. Gewoon even voor de leuk. Met een arrow, alsjeblieft. Ja, dat een pijl is ook een arrow. Ja, dat pijl weet ik. Kijk, wat is dit hier? Dat is het systeem van de lift. Ik hoop nu niet dat je de lift hebt gesloopt. Ik weet het niet. Nee, het systeem van de lift zit hier achter. Die zit hier, kijk, die zit daar. Is wat anders. Wat is dit? Hoe zeggen dat iets doet? Zitten we die hele kamer hier te controleren? Ja, ik weet ook niet waar ik naartoe, want ik ben hier al geweest.
Jij hebt alles al gecontroleerd voordat wij hier überhaupt waren. Nee, niet alles. Dat was niet eerlijk. Jawel, dat is wel eerlijk. Jeetje. Het ding kan echt overal zijn. Hij mag niet in een kist zitten. Oh. Hey, zwembad. Wow, yo, hier ben ik nog nooit geweest, lijp zwembad. Er zit een tiki bar. Oh. Ik wil wel graag een drankje. Oh, nee! Heb je dat? Nee, grapje. Oh, god, ik schrik me helemaal kapot. Ik ging al gelijk naar beneden, gelijk naar toe om het mogelijk te kunnen stelen. Waar is dat ding? Ik wou net een lekker drankje bestellen, is de barman weer weg. Potverdrie. Die is denk ik ook zoeken. Ja, de barman is ook zoeken, inderdaad. Hij heeft hem wel goed, maar hij kent zijn basis ook beter dan dat wij zijn basis kennen. Dat is het hele ding. Ik vraag me af of die in de toren ligt. Nee, ik vraag me dat ook af. Ja, hij kan ook onder de toren of om de toren. Hij kan overal liggen. Hé, hey, jullie de rechtszaal al een beetje bekeken? Nee. Oh. Ik ben nu bij de rechtszaal. Hier, kijk, kijk, kijk. Hier is ook een deur. Ik dacht misschien is hij hier, maar hier is hij niet. Kijk, hier heb je ook schilderijen. Alleen, je kan er nergens achter. Dat was al een goede... Oh, dat is een hele goede geweest. Kan nog steeds. Hier ook. Hier heb je ook schilderijen. Ja, achter een schilderij had het inderdaad een goede geweest. Kaas, moes en appelstroop. Rick Force heeft een hoop met stront. Wat, dat staat in het boekje hier. Interessant boekje. Handig om te weten. Altijd handig om te weten, inderdaad. Ik ben gewoon verdieping voor verdieping aan het afgaan. Ja, ik ook. En Shardy is alweer ergens buiten aan het controleren. Ik heb het gevoel dat Char me ook gaat vinden. Zomaar. Een soort onderbuikgevoel. Maar Char weet niet wat wij weten. Wat weten wij? Ja, weet ik veel. Veel, we weten veel. Oké, goed. Dat is mooi. Hoe grappig zou het zijn als niemand hem gewoon vindt voor 9 december? Ja, dat hij al altijd in Rikkie's bezit blijft. Hey, kom even naar binnenbreken. Ik ben hier aan het kijken. Alleen even naar binnenbreken. Ga even shiften op heel veel carpets hier. Of heel veel snow carpets. Nee, grapje, hier is niks. Hier is niks. Oh. Er is hier niks. Had wel een hele goeie geweest, hè? Ja, dat maar je mag, hier kan je niet zonder Elytra komen. Jawel, je kan toch slash crawl kan je doen. Slash crawl. Oh, ja, op die manier. Ja, ja, ja. Slip. Daar had iedereen kunnen komen. Ik wist niet dat Rikkie al zo ver was met zijn toren. Ik kom hier eigenlijk nooit. Ja, hij is best wel een grote toren inmiddels. Inderdaad. Helemaal gevuld ook. Heeft niemand hem nog gevonden? Nee. Ook niet in deze rare geheime ruimte hier. Ik heb elke verdieping al gecheckt. Oh, dus de bioscoop met de Minecraft film. Ik was vergeten dat die bestond. Het is een best wel groot gebied ook. Yup. Kom eens uit die boom, joh. Waar ben je? Oh nee, hier kan je gewoon parcouren. Dus ik denk, ik ga even kijken in deze boom. Parcoursbaar dit. Ik ben vrij zeker van dat hij nergens in de toren ligt. Ja, dat inmiddels ook inderdaad. Dat was ik al, ja. Ja, jij was dat al 2 jaar geleden volgens mij. Ja, gisteren. Ah! Wat? Ik heb hem! Ik heb hem! Nee! Wat? Waar ben je? Ja! Waar ben je? Oké, beloven jullie dat je hem niet voor mijn neus wegsteken? Nee, jij hebt hem gevonden. Oh ja, daar kom ik vandaan. Kom maar mee. Daar kom ik net vandaan! Waar je er doorheen? Oh nee! Maar hoe kan je... Gadverdamme, wacht, waar zit hij daar? Ja. Oh, kijk, Char, ga je maar eerst. Ik heb oprecht nog gezegd, van hij kan hier niet achter, want het is een image en geen painting. Oh, maar... Maar dat kan dus wel. Zit hij daar? Wacht, mag ik zien? Ja, kom maar, kom maar. Gadverdamme, daar zit hij echt inderdaad. Nee, Joris heeft hem gevonden. Poepzooi. Ja. Nee. Ik heb hem gewoon weer terug. Maar ik heb wel het idee dat mensen vanaf nu gewoon hier komen zoeken. Bij mijn basis, in elk geval. Nu moet jij hem gaan verstoppen. Maar ik denk niet dat hij daar lang zal blijven staan. Nee, dan moet jij hem gaan verstoppen. En dan moet je dat laten weten. En dan daarna... Jij krijgt nu punten tot die tijd, volgens mij. Ja, nou, totdat ik hem verstopt heb, niemand. Oh, vanaf dat jij hem verstopt hebt, krijg je je punten. Tja, nou, dan moeten we wachten tot hij hem verstopt heeft. Dan gaan we hem bij Joris gaan verstelen. Oh, nou, dan ga ik tussendoor even een dutje doen, hoor. Ik ben wel een beetje... Nou, Joris, leuk met jou, hé, dit hier. Ik heb een pijl omhoog gekregen van Char. Tot zo, hè. Heel leuk. Joe. Ik ga hem raken, wacht. Het skill voor skill issues. Nou, was leuk, Char. Volgende keer vind ik hem bij Joris. Ja, nee. Doei. Nou, jongens, de diamant is gevonden bij Rikkie. Het heeft niet lang mogen duren, maar we hebben hem soort van gevonden. Althans, ik heb hem niet helemaal gevonden. Dus de puntentelling zal voor Rikkie zijn 1 punt per minuut. En ik weet niet hoeveel minuten die bij Rikkie's basis was. Maar ja, hij gaat nu naar Joris' basis. Vanaf het moment dat Joris hem verstopt heeft in zijn basis, wordt het 1 punt per minuut voor Joris. Dus we kunnen niet kijken waar hij hem gaat verstoppen, maar we kunnen zeker wel gaan zoeken in zijn basis zodra hij hem heeft verstopt. We hebben namelijk tot 9 december om dit ding te verstoppen in onze basis en om punten te krijgen. Zo, de puntentelling zullen we niet bijhouden op de video's, maar wel achter de schermen. Dus dan blijft het ook een beetje voor jullie spannend. Rikkie staat nu in ieder geval op plek 1 en ik denk dat Joris zo meteen op plek 2 staat zodra hij hem verstopt heeft. En dan per minuut zal hij langzaam dichter op plek 1 komen te staan. Ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe dit allemaal gaat lopen. Had die diamant ook gewoon veel beter moeten verstoppen. Het slaat helemaal nergens op dat Joris hem nu weer gevonden heeft. Terwijl hij eigenlijk bij Rikkie was, terwijl hij eigenlijk bij mij was. Ongelooflijk weer dit, hè. A few moments later.
Goed jongens, ik krijg net een berichtje van Joris dat hij van hem ook verstopt is. En we hebben een map gekregen met de locaties van elk persoon waar die in kan waar de diamant zeg maar kan zijn. En dat is dit plaatje. Zoals je kan zien kan die van Joris op heel veel plekken zijn. Vooral op zijn gebouwen die al af zijn. Dus niet zeg maar op dat locatietje daar. Maar hij kan wel bijvoorbeeld hier op Main Street kan hij gewoon zijn. En het ding is, ik heb op het moment nog maar 5 tot 10 minuten om te zoeken. Daarna moet ik naar de kapper. Dus laten we kijken of we even iets kunnen vinden in die 5 tot 10 minuten. Want Char is ook alweer aan het zoeken. En ik zie het alweer gebeuren dat Char hem vindt. En als ik dan zo terugkom van de kapper, dat hij waarschijnlijk weer bij Char is. Ik hoop dat ik voor die tijd dat ik hem kan vinden. Maar ik heb echt maar 5 tot 10 minuten. Kijk hieronder. Oh, zit hij daar? Nee, daar zit hij niet. Oh, dat is wel een hele goeie geweest. Er zijn zoveel details en decoratiedingen in Joris' baas. Dit gaat echt vreselijk worden. Hey, schilderij. Oh, achter het schilderij. Boom. Nee. Hier bijvoorbeeld dit verlaten gebouw kan hij ook in zijn hier. Oh, dit is een bibliotheek. Maar hij kan ook in de kelder onder de bibliotheek zitten. Hij kan letterlijk overal zijn, dat ding. Heb je al iets gevonden? Misschien. Nee, je hebt niks gevonden als ik het al gehoord. Ik heb het gevoel, jij kijkt aan die andere kant. Ik ken Joris' basis goed, maar niet zo goed. Oh. Sure? Nee, niks. Niks hoor. Let niet op mij. Let niet op mij, joh. Hey. Let niet op mij, joh. Hey. Zo. Hè? Huh? Let niet op mij. Niks aan de hand, Char. Niks aan de hand. Oh. Let niet op mij. Ik geef het op. Max! Ik heb echt 5 minuten om te zoeken. Dit is te snel. Ik had echt 5 minuten, want ik moest naar de kapper. Maar ja, ik dacht, ik ga hier even kijken. Wacht. Ik zag dat jou een bericht plaatsen. Oh, je hebt gevonden als je dat niet hebt gedaan. Ja, dan gaat jouw puntentelling inderdaad. En ja, nee, was leuk. Ik dacht, ik wil eigenlijk het gebouw ingaan. Maar toen zag ik hier, door die blaadjes, zag ik dat het erachter zit. Ik denk, dat klopt volgens mij niet. En ja hoor, daar was hij. Oh. Ik heb 1 minuut geleden liep ik in dit gebouw. Je liep in dit gebouw? Ik liep in dit gebouw. Oh god, ik zag jou volgens mij daar beginnen, klopt dat? Aan de andere kant. Ja, aan de andere kant ben ik begonnen, ja. Ja, daarom dacht ik ga maar eens hier. Ik heb 6 hele punten. Let's go. 6 punten? Is hij 6 minuten verstopt geweest? Ja. Oh mijn god. Nou, ik ga kijken of ik hem nog even snel kan verstoppen voordat ik bij de kapper ben geweest. Ja, okay? Doe dat. Ja. Oké, dan ben ik... Doei. 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 Goed jongens, ik heb de diamant gevonden. Ik ga hem verstoppen, dan ga ik naar de kapper. En dan hoop ik dat ik, als ik terugkom van de kapper, dat ik hem nog steeds heb. Goed jongens, ik heb hem verstopt in mijn basis. Mijn basis is natuurlijk best wel behoorlijk groot. En ik denk dat mensen vooral in de trammetjes gaan kijken. En ook in kiertjes en gaatjes. Maar... ik heb hier al maandenlang dat roodborstproducties dingetje staan. En het leuke is, als je daar nu ingaat zo, kan je er doorheen vallen. En dan daaronder ligt de diamond helemaal verstopt. En ik denk dat dit best wel een goede locatie is om dat ding te verstoppen. Omdat mensen niet zo snel daarin zullen gaan hierin. Ik denk dat ze er vrij snel omheen gaan lopen om dit blok. Ik denk dat ik het nog mooier kan maken zelfs. Maar daarvoor hebben we even een trapdoor nodig. Hier hebben we een spruce trapdoor. Ik denk dat ik het zelfs echt heel mooi kan maken door deze hier te plaatsen. Dan... hier tegenaan de trapdoor, want dan lopen ze er niet zo snel op. Kijk, nu kunnen ze er ook op staan. Maar wat je kan doen, is de trapdoor openen. En dan kan je er even goed kan je erin vallen. Dus hij is nog gewoon te bereiken. Dit is legit, denk ik, de beste verstopplek tot nu toe. 100%. Kijk, we gaan hem weer dicht doen, de trapdoor. Dus nu zien ze, kunnen ze er gewoon op staan. Dus dan kan hij hier denken, nou, hier kan hij niet in zitten. Dit gaan ze nooit vinden. Goed, dan is het nu tijd om naar de kapper te gaan. Dan komen we zo meteen terug. En dan gaan we kijken of hij nog steeds verstopt zit. Goed, jongens, we zijn een aantal uur verder in het leven. En ik kreeg helaas deze foto van Char opgestuurd. Dat betekent dat mijn diamond gevonden is. Volgens mij heeft het 2 uur geduurd voordat ze hem gingen vinden. En je zag het, volgens mij heeft het 2 uur geduurd voordat ze hem hebben gevonden. En letterlijk nadat ik weg ben gegaan, zijn ze direct gaan zoeken. Dus ik moet zeggen, dat is wel een hele goede verstopplek. Ik heb op het moment 108 punten, zoals je op tap kan zien. Joris heeft de 6, dus ik sta wel nu lekker dik op plek 1. Hij zat natuurlijk hieronder. Als we nu even gaan spieken ook hier. Oh, de trapdoor is natuurlijk ook... ja, hij is gewoon weg. Hij is gestolen. Maar ik moet zeggen, 2 uur hebben ze erover gedaan. Dat is best wel ziek hoor. 2 uur lang. Maar goed, dan heb ik gelijk heel goed nieuws, jongens. Want Char heeft hem natuurlijk gevonden. Alleen log ik net in en zag ik dat Harlow en Joris al met z'n tweeën aan het zoeken waren. Dus ik denk, nou, voordat ik mijn opname aanzet, ga ik ook heel even kijken. Misschien kan ik hem vinden. Ja, ik ga hem toch niet vinden, denk ik, weet je. Ja, want ik wil hem wel met mijn opnames aanvinden. En 3 keer raden. Ik vind dat ding gewoon met mijn opnames uit. Hey, jongens. Ik heb 0. Oh. Hey. Hallo. 0 punten boven je hoofd, Harlow. Ja, ik weet het. En Joris 6. Ik heb er wel 6. Ja, hoe lang waren jullie al aan het zoeken hier in Char de basis naar de diamond? 5 minuten. Toch wel zeker 5 minuten, ja. Oh, het viel mee. Ja, want ik kwam net aan en ik vond hem gelijk. Het is heel... het spijt me, jongens. Maar eigenlijk oneerlijk. Eigenlijk oneerlijk hoe ik hem heb gevonden. Dat je gewoon hier de ton in moest springen bij Char. Zo. En dan hierheen moest en dan gelijk gevonden gewoon. Hoe heb je dit ook gewoon gevonden? Ja, het was in principe niet heel moeilijk. Was het. Char is gewoon niet zo goed in verstoppen. Ik heb hem gewoon weer. Arme Char. Hey jongens, dat betekent, jullie hebben 2 uur in mijn basis lopen zoeken net. Zal ik hem gewoon weer even lekker voor jullie verstoppen? Doe me gewoon op dezelfde plek anders. Ja. Nee, ik ga niet op dezelfde plek doen. Dat ga ik niet doen. Oh, dat is jammer.
Hey, ik ga even een foto sturen naar Char dat ik hem heb gestolen en dan... ga ik hem lekker verstoppen voor jullie. Goed jongens, daar zijn we weer met de diamond. Kijk even hoe mooi die eruit ziet, hey, die diamant. We moeten hem weer even een nieuw plekje geven. En we kunnen hem natuurlijk niet op hetzelfde plekje doen. En het nadeel is op het moment... Zij hebben al met z'n allen 2 uur lang lopen zoeken in mijn basis. Dus op het moment kennen zij waarschijnlijk meer verstopplekken dan dat ik ken. Dus het wordt eventjes moeilijk om een leuke plek te kiezen. Maar ik heb niet alleen mijn basis, maar ik mag hem als het goed is ook volgens mijn terreintje... mag ik hem ook hier in mijn voortuin mag ik hem plaatsen. Ja, ik denk hierin, dat is misschien wel weer een beetje te makkelijk. Laten we even een leuk plekje zoeken en dan ben ik zo meteen bij jullie terug. Oké, dames en heren. Ik heb echt, denk ik, de meest sneaky, gemene, vervelende plek ooit bedacht voor dit ding. We hebben als regel, je mag geen elytra gebruiken. Dus dat maakt het gewoon eerlijk mogelijk. Dan moet je er kunnen komen zonder een elytra te gebruiken. Dus ik ga jullie even de route laten zien waar die verstopt is. Wat je doet, je loopt eerst hier naar binnen. Dan loop je naar rechts, want dan ga je mijn gebouw naar binnen. Dan loop je hier omhoog zo. Dan gaan we naar links. Dan moet je het hele museum doorlopen. Gaan we door het museum hier weer naar links. Dan moeten we namelijk ons restaurant even in. Dan volgen we de route via het restaurant. In het restaurant hebben wij hier links een deur zitten. Daar kom je doorheen, of daar kan je doorheen. En dan kom je hier in het lege gedeelte van mijn basis uit. Nou, als je hier dan het hoekje omloopt, heb je hier een heel klein sprongetje, of een hoekje. Met best wel een moeilijke sprong, die ook best wel moeilijk te halen is. Zoals je nu ziet, haal ik hem niet in één keer. Laten we dit heel even slopen, zodat we het nog een keer kunnen proberen. Oh, ik moet proberen dit wel in één keer goed te doen. Maar het is te halen. Ik heb het net getest. Kijk, dan moet je hier dit sprongetje zien te halen. Dan kan je hierheen. Dan heb ik hier een klein parcoursje gecreëerd die je moet halen. Zo. Hoppakee, dan kan je hierin. Dan moet je door deze deur naar buiten. Houden we de deur dicht. Je kan alleen maar komen door deze route. Je kan niet op een andere manier. Nou, je zou misschien nog wel eens via het laboratorium... Nee, ik denk dat dit de enige route is hoe je hier kan komen. Nou, dan moet je de boom inklimmen. Zo, dan gaan we hier omhoog. Gaan we helemaal de boom inklimmen op deze manier. Springen we via dit stukje hier... Op dat stukje daar, dus klimmen we nog een stuk door. Dan van hier springen we naar deze blaadjes. Dan moeten we van deze blaadjes naar deze blaadjes springen. En dan hier zo in de boom zit de diamond verstopt. Ik moet zeggen, die andere was een beetje hiding in plain sight. En deze is gewoon echt, echt, echt heel erg goed verstopt. Maar zoals je kan zien, zonder elytra is het gewoon helemaal mogelijk om hier te komen. Ik dacht, misschien kan ik zelfs nog een stukje hoger, maar hè, voor nu is dit wel leuk. Kan je ook op deze manier hier komen misschien? Oh! Je zou ook gewoon zo hier kunnen komen. Ah, er zijn meerdere routes. Je kan ook gewoon via dit balkon kan je hier komen. En dan kan je de boom in klimmen. Goed, misschien dat het dan toch iets ingewikkelder of iets makkelijker voor ze wordt. Maar dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Ze hebben nu die route natuurlijk. Maar ze hebben ook gewoon op deze manier zoals dit kunnen ze hier in de boom klimmen. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat mensen dit gaan vinden. Hij is wel echt, echt, echt heel erg goed verstopt. Nou, laten we een berichtje eruit sturen. Zodat iedereen weer kan gaan zoeken. Ik ga snel even kijken natuurlijk. Hey Harlo, jij gaat lekker even zoeken natuurlijk, hè? Ik ga even zoeken, maar... Jij gaat even zoeken waar dit ding is, die diamond. Jij wil ook puntjes. Ik denk dat het weer een onbegonnen taak is, net zoals net. Ja, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat mijn basis zo groot is. Dat het gewoon echt overal kan zijn. Had ik maar doorgebouwd, joh. Oh, ja, had jij ook maar gewoon een megabasis gebouwd. Misschien zit hij wel onder de lava, moet je er doorheen. Ja, ik ben al een keer in die lava gesprongen. Echt? Hoezo? Dacht je echt dat hij eronder zou liggen? De vorige keer met zoeken, toen ben ik er al in geweest. Oh, nou, hij ligt niet in de lava. Dat kan ik met heel veel zekerheid zeggen. Oké. Je hoeft jezelf niet te pijnigen om er te komen. Oké. En je hebt geen elytra nodig, zoals de afspraak. Hey, succes ermee met zoeken. Ja, dankjewel. Ik ben heel benieuwd of je hem gaat vinden. Ja, je gaat nodig. Ik heb 108 puntjes. Ja, ik hoop dat ik er nu een nachtje overheen kan slapen, want dan heb ik waarschijnlijk al heel gauw 1000 puntjes. Ik heb een nul. Jij hebt erin, we hebben wel een mooi t-shirt aan. Ja, dat klopt. Ja, helemaal een mooi t-shirt. Waarom heb jij mijn trui niet meer aan? Ja, hij stonk echt. Ik de 100 keer in de was, ik kreeg het er gewoon niet uit, die geur. Ja, dag. Hey, succes ermee. Bedankt. Ah, dit is toch hartstikke gezellig, jongens. Ik ben benieuwd of iemand hem gaat vinden. Hey, Char. Hey. Wat toevallig dat ik jou hier zo vroeg om een stukje op te nemen met mij. Hey, ik heb een vraagje aan jou. Ik was Harlo is daar druk aan het zoeken in mijn basis natuurlijk. Want jij had hem niet zo goed verstopt in jouw basis. Hey, ik loop heel even met me mee. Ik heb even een vraagje aan jou. Jij bent natuurlijk eigenaar van het laboratorium, klopt dat? Mm-hmm. Dan heb ik een vraagje over wat ik in het laboratorium heb gevonden. En niet echt snap wat er gaande is. Ik denk dat je dan al weet waar het over gaat. Ja, je kan zoeken, maar ik kan zoeken. Ja, succes met zoeken. Wat in hemelsnaam is dit? Oh! Hier. Wat is dit? Nou, wat gebeurt hier? Waarom is hij zo groot, dat hoofd? Waarom? Nou, wat is dit? Ik kan dit heel goed uitleggen.
Ja, leg eens uit. Ik krijg van jou altijd lijsten met materialen. Ja. En ik kom soms echt hele rare dingen tegen. Waarvan ik dan denk, wat gaat hij hier weer mee doen? Dus ik dacht, ik ga dat hoofd van jou even onderzoeken. Wat er allemaal in omgaat. Oh, maar ik ben er nog niet uit. Wat er allemaal in mijn hoofd omgaat. Hij is groot. Ik wist dat ik een groot hoofd had, maar niet zo groot. Ja. Wat is dit, hé? Hey, daar heb je Harlow ook. Harlow is druk aan het zoeken. Die is heel druk gewoon lekker aan het zoeken. Denk je dat je hem gaat vinden, de diamond? Of? Ja hoor, het is me net ook gelukt. Het duurde me 2 uur te lang, maar... Ja, maar ja, ik heb 108 punten. Jouw punten moeten nog even bijgewerkt. Hoeveel punten zou je denk je hebben? Niet veel. Misschien 30 of zo, 20? Nee, minder. 15. Zoiets. Ja, dat moet nog even geüpdate worden. Nee, maar ik maak het gewoon eerst makkelijk voor anderen. Zodat ze niet ook al dingen door de kamer gooien zoals ik net deed. Ja, dat snap ik. Was je dingen door de... Ja, het was ook al frustrerend hè, waar hij zat. Ik heb dat ding weggehaald, de Roybals producties. Dus dan is het ook gewoon klaar gelijk. Ja. Ja, nee, ik ga even dit nog bestuderen. Misschien dat ik ook kan zien wat er in mijn hoofd is. Nou, dat hoeft niet. Dat heb ik al gedaan. Oh, en? Hele rare dingen. Hele rare dingen. Ja, ik dacht niet zoveel. Dat er niet zoveel door. Maar je mag nog even kijken hoor. Ja, ik ga nog even bestuderen. Ja. Hey, jij gaat lekker zoeken, denk ik. Ik ga zoeken, ja. Oh, ja, Joris die komt er gelijk ook natuurlijk aan. Die wil ook zoeken. Komt jij? Daar heb je hem. Ja, hij komt ook zoeken, denk ik. Hé, hey, Joris! Hé, hey, ik hoor dat iemand weer zijn diamant kwijt was. Ja, je hebt 6 punten. Het gaat niet goed. Ik kom even voor je opzoeken. Ja, zoek hem maar. Ik ben hem kwijt. Ik weet niet of jullie hem kunnen vinden. Ja, ik was even Char vragen wat dit betekende hier. Dit grote hoofd van mij in die ton. Ik vind het wel... misinformatie, want jouw hoofd is helemaal niet zo groot. Oh ja, dat dacht ik dus ook al aan. Char, kan jij hier... Char, laat je misschien... niet afleiden, we moeten zoeken, kom. Char, kan jij misschien... Nee, Char, kan jij... Nee, gaan we zoeken, ik wou je oprecht afleiden. Hebben ze! Oké, dan is hij dus niet daar, want anders had het gekund. Big brain. Big brain. Heb je een klein tipje voor de sluier? Psychology. Hij ligt in mijn zoekgebied. Nog een kleiner tipje. Hij ligt... ergens in mijn zoekgebied waar jullie hem kunnen vinden zonder Elytra. En luister naar... Nee, blijf hier. Luister naar wat ik zeg en neem vooral je tijd. Neem vooral al de tijd. Ga niet zoeken. We gaan de goede kant op, joh. Want elke minuut is één... Auw! Elke minuut is één punt voor mij. Dit is afleidingsmanoeuvre. Oh jongens, volgens mij heeft Harlow hem. Heeft Harlow hem? Nee! Ja, Harlow! Nee! Oh, dat was echt snel! Lekker, Harlow! Waar is Harlow? Harlow, heb je hem? Waar was hij? Waar ben jij? Harlow! Hey! Ik heb geen raketten, ik kan daar niet komen! Harlow! Ik gooi er wat naar beneden. Hey! Dat is best wel snel, Harlow, dit! Heb je hem hier gevonden? Hier! Wat? Kijk, daar zit hij! Dat is best wel, ik had echt niet verwacht dat je hem zo snel zou vinden. Ga je een screenshot van maken hoor. Ja, ga jij even een mooie screenshot. Weet je, hoe je best wel een parcours moest doen om hier te komen, hè? Ja. Ja, doen we trouwens, stel iemand verstopt om een plek waar je uiteindelijk niet met je elite naar kan komen. Dan is dat eigenlijk gewoon minpunten voor jou, dat aantal minpunten. Wat bedoel je? Ik snap hem niet. Stel jij verstopt hem helemaal op jouw dak en iemand vindt hem uiteindelijk alsnog. Dan in plaats van dat jij +1000 punten krijgt, krijg je -1000 punten. Hoezo? Oh, omdat ik hem waar je nou met een plek moest komen. Tegen de regels Nee, maar niemand gaat dat doen, joh. Jongens. Iedereen houdt zich aan de regels, hè. Je kent het, je weet hoe het gaat. Harlow heeft hem gevonden. En niet jij, Char, want jullie waren met mij aan het kletsen in de tijd dat Harlow hem heeft gevonden. Letterlijk. Ik zei in die tijd Char, dat jullie met mij aan het praten waren. Ik ga hem zo eerder vinden dan jij. Let maar op. Ik ben er helemaal klaar mee. In die tijd dat jullie met mij aan het praten waren, heeft Harlow letterlijk gevonden. Ja, dat was wel gezellig. Volgende keer ga ik gewoon killen, dan moet je eerst van Worldspan teruglopen. Stuur die afbeelding. Gefeliciteerd, Harlow, ik gun het je. Ja, stuur die afbeelding punten. Hij staat er nog, dit zijn nog steeds punten voor mij. Hij staat er gewoon nog, joh. Hé, gratis punten weer. Ja, maar die gun ik jou. Denk jij dat je dit gaat winnen? Nee, want er gaat echt nog nachten overheen. We hebben tot 9 uur. Ja, maar wij hebben net over de avondklok. We zaten erover na te denken, kunnen we het niet doen dat het tussen 11 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends bijvoorbeeld geen punten verdient? Oh. Want anders als je elke avond online bent en je pakt dat ding elke avond, dan heb je elke dag echt gratis punten. Besloten. Goed, jongens, Harlow heeft hem verstopt. Ik wil toch nog even gaan zoeken in deze video. Deze hele video is gewoon omtrent het zoeken van die diamond en het verstoppen van die diamond. Als het goed is zijn Char en Joris al bezig. Niet in het reclamebord van Roadboard-producties. Ja, daar zit hij onder. Dit is een trapdoor. Dit is een trapdoor, 100%. Oké, okay, wacht, maar wat is het moeilijk, gebied? Harlow? Ik moet het gebied even exact... Ja, het was wel lastig, want ik had 2 hele goede plekken, maar die vielen er allebei in een ander gebied. Oh, ja, jij mag ook het gebied van Seisommo natuurlijk gebruiken. Ja, dit is het, hier hè, Harlow, dit is het, hier naar beneden. In gebied, en waarom zijn hier, en dan zeg maar, naar boven? 2 creepers, kijk daar een beetje vooruit, alsjeblieft, dank u wel. Oh, ik ben volgens mij in de yoga studio aangekomen. Is hij moeilijk verstopt?
Ja, ik heb wel mijn best gedaan. Ja, jij hebt vooral natuur gewoon, is jouw gebied. Want ja, dit hier kan ook, toch? Dat van rooibos. Ja, rooibos mag ook. Ja, okay, dat hele gebouw en dat rooie wat ernaast zit, hoort er ook nog bij. Ja. Oh, dit bord niet, trouwens. Dit bord. Wat als ik hem direct vind, Harlow? Word je dan boos? Ja. Ja. Valt het bord in? Oh ja, het bord valt in het buiten, ja. Shit. Ik denk, jij hebt dit bord gestopt. En dit hier, dit van Sesombo, kan dit? Ja, ja, dat hoort er allemaal nog bij. Dat rode gebouw ook. Je bent nog nooit geweest. Wat is dit überhaupt? Dit is volgens mij gewoon Rooibos Producties, toch? Zit in een doolhof. Dit is een minigame plaza. Hoe kom je daar? Ik weet het niet, maar ik zit in een doolhof. Harlow dat net wel gemaakt. Nee, dit zit er al langer, maar hij kan er wel in zitten. Ja. Dat klopt. Waar de flip is dat? Ondergronds. Ja. Daar worden we nou ook niet wijzer van. Oh, wat is dit voor gekke geheime tunnel allemaal hier, Harlow? Dit is van Sesombo. Dit is een minigame. Jeetje. Ik ben hier ook nog nooit geweest. Ik ben hier nu in de yoga-studio. Ik denk dat we nu wel buiten het gebied zijn. Ik weet het niet. Valt nog een soort van eronder, denk ik? Ja. Wacht. Nee, jullie zijn wel te ver. En als je dan doorloopt, kom je misschien weer in het gebied. Aha. Oh, dan kom je hier gewoon uit. Nou, ik wou dus hem heel graag in deze kelder verstoppen, totdat ik erachter kwam dat dit dus buiten het gebied was. Dus je zit niet in de kelder. Nee, maar parcours! Dat is dus wel parcours. Logisch. Ja, ik zat ook al te kijken. Parcours. Ik ga parcours halen. Parcours! Ja, dit is hem. Dit is hem, jongens. Je moet parcours om er te komen. Dit heeft Harlow bedacht. Ja, en dan... Ik denk toch dat ik hem tot aan vanavond heb, hoor, lieve mensen. Ja, heb je hem echt goed verstopt? Ik ben heel benieuwd nu. A few moments later. Hebben jullie al iets gevonden, jongens? Een heleboel, maar geen diamanten. Oh, wat is dit? Ja! Heb je hem? Nee! Waar? Ja, onder in het water, onder de vijver of die duikboot. Ja, maar je bent niet in het water geweest. Ja, daar staat hij toch echt, want ik zal wel even terugplaatsen. Waar? Dat jullie nog zien. Oh my god. Hier, kijk, daar staat hij. Hier. Oh my god, ik ben echt blind. Ik zo mijn best gedaan om het goed te decoreren. Kunnen we weer bij Max gaan zoeken? Jongens, de volgende keer moet je de worldspan gewoon aan de andere kant van de map zetten. En dan killen we hem en dan gaan we eerst even snel. Want dit is echt ongelooflijk. Oh, maar de punten zijn nog niet gefinaleerd. Want Max ik moet nog even een screenshot maken. Ja, even een fotootje maken. Je hebt het nog 10 minuten volgehouden, Harlow. Let's go! Ik ben daar zo blij mee. Waren dat oprecht maar 10 minuten? Ja. Ja, blijkbaar. Ah, je hebt nog steeds meer punten. Maar ik zie nog geen berichtje, dus dit zijn er toch echt 11, lieve mensen? Ja. Ja, over 3 seconden heb je er 11. Nou, bij mij staat hij al op 11, hoor. Je hebt nu 11 seconden. Of 11 minuten. En dat op 11 november, lieve mensen, van de 11e maand. 11. Bim! Bim, bam, bom. Nou, jongens, ik ga hem even stoppen. Ja, doe dat. Ja, ik ga weer een leuk plekje bedenken en dan mogen jullie hem weer... We komen hem zo ophalen, hoor. Nee, succes ermee. Nog een keer. Char, als je wil, kan ik nog wel cursus geven zoeken. Als je dat graag wilt. Heel graag. Hoe laat? Ik ga eerst even verstoppen, oké? Ja, geef dan maar de cursus. En dan eindigen we de cursus met hem vinden. Dat klinkt goed. Nee, dat gaan we niet doen. Goed, jongens, het is tijd dat ik de diamond ga verstoppen. En ik ga hem nu zo goed proberen te verstoppen dat zelfs jullie niet mogen zien waar hij zit. Want ik ga deze video natuurlijk online zetten in de hoop dat ik hem dan nog steeds heb. En dat zij hem nog steeds niet gevonden hebben en dan niet via mijn video kunnen vinden. Dus wat ik ga doen, is ik ga hem verstoppen. En terwijl ik hem ga verstoppen, kunnen jullie lekker deze video kijken, jongens. Dit is namelijk ook een hele leuke video. Kijk zeker even deze video. Zeker een aanrader. Doe het nu. Kijk ernaar, klik ernaar en like hem. En dan nu spreek je later. Glaasje water. Elf uur. Blijf je niet. Dan wel een keer.